eerste derde die dat geluid maken. Dan kunnen jullie dat ook met twee handen boven je hoofd. Allemaal van harte welkom, want dit is het moment dat we een stukje officiële dingen gaan behandelen. Daarvoor hebben we twee mensen. En ze gaan allebei, gaan ze kort iets zeggen. Toch ja, dat gaat niet te lang toch. Apeldoorn, nog één keer twee handen boven je hoofd. Teams, bedrijven, zondag 50 verenigingen en buurtschappen. En in totaal zijn er dit weekend 90.000 bezoekers op het Drakenbootfestival. En dat was niet mogelijk geweest zonder Marieke en Erik Jan, die hebben doorgezet. Dus Marieke en Erik Jan, dankjewel. Dankzij die mensen die dat mogelijk maken, maar vooral dankzij jullie die het mogelijk hebben gemaakt. Ja. Dankjewel, burgemeester. Alle cijfers staan op groen voor een fantastische avond en een fantastisch weekend. Het is niet alleen de avond van jullie als Apeldoorns publiek, maar ook van alle Apeldoornse ondernemers. Het is ondernemersavond vandaag. Als Centraal Beheer helpen wij ondernemers graag verder, dus zijn wij de trotse partner vanavond. Heel veel plezier! En Apeldoorn. Het is druk. Maar is het ook gezellig? Ik hoor dat alleen in het midden. Aan de zijkant. Gezellig! En daar is ook druk. Ook gezellig! Het komende uur absoluut het spreekwoordelijke dak mee af. Het is onvoorstelbaar dat het weer is gelukt in Apeldoorn, dames en heren. Lieve mensen, ik kan van alles zeggen over deze artiest, maar ik weet zeker dat jullie alles van hem kennen. Wat ik één ovationeel afga voor Kruintje Kampioen. Het is toch tof hoor, Fox, vind ik. We zitten dan in de auto en dan rijden we gewoon naar Apeldoorn toe. En dan weet je eigenlijk weet je al stiekem diep van binnen. Klopt. Dat je gaat belanden op het gezelligste feestje van het land vanavond, volgens mij. Ik heb het idee dat er vandaag alleen maar gezellige mensen zijn. Ik weet niet of dat bij jou is. Dat kan niet anders. Laten we eens kijken hoe ver we kunnen komen. Nitty Woke, get it. Zing met ons, lieve mensen. Hey little cranny, hoe gaat het nu? En opeens is het hoe gaan de zaken nu? Hey little cranny, hoe gaat het nu? Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, maar jong. En opeens is het hoe gaan de zaken nu? Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, maar jong. Little cranny is dood. Iets meer ballen, iets meer pimpen, iets meer daddy, iets meer Louie, iets meer Rody, iets meer Green. Gezin in de stad, mijn jong. Hey. En opeens is het nog aan de zaken nu. Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong. Klopt, ik ben weer back now. Doe de poppen fles now. Constant on the road is de manier waarop ik seks bouw. Maar ik ben weer back now. Meisje, schud je ass now. Constant on the road is de manier waarop ik seks bouw. Baby, gooi je door. Al die handen. Netjes. Baby, gooi je door. Here we go.
met u op de kappen, naar de stappen, langs mijn bongo voor een happen, boze rapper, doe niet dapper, zeg je schatje, ik ben terug. Buslijn nummer 6, breng me eruit, en neem bij hem, stappen samen en ik ga uit, zeg Alisa, ik ben terug. Man, ik ben weer volledig in mijn zone, en nog steeds zie ik ze vechten voor mijn troon, en het volk gaat van... Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, maar ook en opeens is het nog aan de zaken nu. Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, maar ook klopt, ik ben weer back now. Boeren poppen, constant on the road is de manier waarop ik sex. Maar ik ben weer back now, meisje schutje, constant on the road is de manier waarop ik sex. Baby, gooi je. Crane is terug op het Drakenwald Festival 2022. Omhoog! Little Crane is terug op het gezelligste feestje van Nederland. Omhoog! Hey Little Crane, hoe gaat het nu? Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, maar joh. En opeens is het nog aan de zaken nu. Ik heb je gezegd, ik ben de trots van de stad, maar joh. Little Crane is terug.